Hey! Hallo en welkom terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag spelen wij weer heel erg mooi Minecraft. Ik ga weer eventjes lekker naar mijn first person. Dan gaan we hier lekker bij de trap naar beneden. Want we hebben deze mooie ingang vorige aflevering heel mooi verplaatst. Toen heb ik dit toegevoegd en dat maakte mij aan het denken. De volgende aflevering gaan wij gewoon hartstikke lekker aan deze mooie toren werken. Dit moet ook een grote toren worden. Ik weet nog niet hoe hoog ik hem wil hebben. Hoeveel verdiepingen. Ik heb veel hout bij me voor een wenteltrap. Ik heb veel steen bij me. Want het is een grote toren. En ik denk dat we ook maar gelijk met een timelapse moeten beginnen. Dus veel kijkplezier. Nou, dit was dan alweer de timelapse. Een timelapse van bijna een half uur. Dus dat wordt even een flinke versnelling. We zijn behoorlijk eindver gekomen. Jullie hebben kunnen zien dat ik de toren heb gemaakt. Van hoe ver ik hem eigenlijk al in de grond had gestoken. Ik heb de muur aan het water. En die wil ik eigenlijk wel nog even checken. Als ik hier eventjes het water in mag. Ik heb dat voor het eerst gedaan, zo echt het water inbouwen. Dus ik ben benieuwd hoe, en dat doet veel pijn. Ik ben benieuwd hoe dat heeft uitgepakt. Misschien alleen nog, ga even lekker onder water, joh. Misschien nog die twee blokjes en dan dat hoekje. Maar verder vind ik dit toch echt een mooie toren worden. En ik denk ook dat die goed is gelukt. Daar heb ik natuurlijk wel een soortgelijk iets. Maar de helemaal achterste toren zit ook een soortgelijk iets, maar niet het water in. Echt helemaal zo'n steile klif af. En ik denk dat ik hem ook best wel goed heb meegebouwd met hoe het daar dan ook loopt. Van steeds minder steil naar gewoon bijna recht naar beneden. En uiteindelijk gewoon hier al recht naar beneden. Hieronder moet ik het nog inderdaad wel even doen. Ik zie alweer, het is hier dan. Een soort van ondergrondse mineshaft. Dat is wel gestoord. Zo, hou eens eventjes op met zo irritant wezen nu. Zo, plop. Plop, zo, hup. En dan steken we die ook nog even daar. Pakken wij het blokje cobblestone op. Halen wij deze twee blokjes cobblestone uit de bodem. En verwisselen wij deze met dirt. Want dat cobblestone met... Ik wil inktzak, want dat vind ik leuk. Deze twee mossy cobblestone. Ik vind het toch zo'n speciale textuur geven. Daar hou ik wel van. Zo, twee blokjes mossy. Oh ja, dat voegt al zoveel toe met ook de vines die daar zitten. En dan verderop heb ik ook een beetje mossy cobblestone gebruikt. En ik heb het geloof ik niet op voorraad in mijn kist. Maar af en toe zitten zoveel klompen van dat soort stenen in de taiga biome. Het is echt een fijne biome voor dit soort machtige, grote... impulsieve mega kastelen. En dat vind ik er ook zo leuk aan de taiga. Je kan voor mijn manier met creativiteit van kastelen kan ik er lekker kwijt.
We moeten nog een keertje die kantelen van die grote toren gaan regelen. En dan natuurlijk ook, oh, ik piek er al een beetje uit van dat mooie ding. Misschien kan ik even hier vanuit kijken. Ja, oh, daar komt hij ook lekker zichtbaar. Ik denk er ook iets van een hele grote mega soort of lantern. Misschien heel groot redstone licht in wil maken. Als een soort zeekijker of zo. Je had vroeger had je van die hele grote mistlichten, dat weet ik wel. Dat was dan een kaars in een soort van glazen halve bol. Ik weet niet hoe dat heet. Het had zo'n uitgesneden bol. Dat had iets van een speciale naam of zo. Hartelijk allemaal mooi. Ik ga even lekker slapen en ik wil jou bedanken voor het kijken. Want ik ben hier niet voor de geschiedenisweetjes. Ik ben hier voor de leuke Minecraft content. Ik zou zeggen. Abonneer als je meer wil hebben van Minecraft en geen geschiedenisweetjes, want dat is gewoon niet echt iets voor mij. Abonneer en dan zien we je graag weer terug bij de volgende. Joe, joe, later.